Zijn we goed? Ik zit echt als een soort zoutzak. Expeditie Robinson, aflevering 6. Terugkijken, reviewen met een stukje weer gezelligheid van het terugkijken met mijn homies. Het was een hele heftige aflevering dit, hè, voor wie heeft gekeken. Oké, daar gaan we. Lex is de derde die ingaat op het aanbod om niet naar huis, maar naar Afvallers Eiland te gaan. Dag 11 alweer, hé. Bij wijze van spreken, voor mijn part ga ik in eentje verder. Dan ga ik gewoon ga ik in eentje overleven. Barto is heel blij dat hij naar het eiland mag, snap ik ook. Kamp Noord zit er doorheen. Give me one chance. Wasn't a we come missing you. Heel veel kokosnootbomen hier zo. Maar ze zijn gewoon of te hoog of we kunnen er net niet bij. Ik weet het nog, laddertje. Ja, goeie knoop hoor. We hebben ladder gebouwd. Ik heb een idee om een ladder te maken. Dit is zo leuk om te zien. Die treden, die zetten we aan tegen een kokosnootboom. Weet je, we kunnen stapjes, komen steeds dichterbij. En dan kan je makkelijk die kokosnoten eruit halen. Weet je wat heel gek is? Dat je dan op zo'n eiland zo weinig middelen hebt. Maar dat je zo blij kan worden van het feit dat je iets hebt gemaakt. Dat kan dan zo goed voelen. Dus toen we die ladder hadden, dachten we echt, oh, we voelen ons echt als een soort van de koningen van het eiland met onze ladder. Zo blij mee. 13 kokosnoten. Ja, kijk eens gaan. Zeg je dat? Hebben we weer gedaan. Echt leuk. Wij voelden ons ook echt een soort van familie. Oh. Het was heel gemoedelijk. Het was niet haat en nijd. Het was gewoon lief. Je merkt echt dat die sfeer in Kamp Noord, dat is echt anders hoor. Die zijn zo... Het loopt veel minder lekker. Ze hebben een poging gemaakt tot een dak maken of zo. Ik ben benieuwd wat het doet. Ik slaap sowieso daarnaast. Alex zit er wel echt doorheen. Dat merkten we toen ook al. Ik dacht, als ik dat nou eens een stokje heen bind. Dit is zo leuk! Onze hotdog taferelen. Dit was zo'n mooi moment. Want je moet je voorstellen dat je dus echt al 10 dagen lang, 12 dagen lang bijna niks te eten hebt. En je hebt alleen maar bananen. En het moment dat je iets van brood voelt met dat karamelachtige banaan. Dat is alsof een soort van een engeltje op je tong heeft gepist. Een van mijn lievelingsmomenten van de hele expeditie is dit moment. Ja, het kost ons wel de helft van onze mail. Maar op dat moment kan je ook aan niks anders meer denken. En dan is het gewoon maakt niet uit, doe maar door. Nog een klein weetje, we hebben allemaal echt nog heel erg last gehad die avond erna van onze buik. Want het is natuurlijk gewoon een homp deeg wat je eet, dus het is helemaal niet goed voor je. Maar ja, het was zo lekker. Het was zo fijn. Oh, deze nacht. Jongens, dit was een van de allerergste nachten van de hele expeditie. Het heeft gestormd, geregend, keihard gewaaid en... Echt, je moet je voorstellen dus dat je gewoon nu in het Vondelpark gaat liggen. Gewoon zonder iets. En gewoon de hele avond wordt nat geregend. De hele nacht. En je kunt je ook niet schuilen. In het hutje is overal is het nat. Het hutje was niet meer waterdicht. Niks deed het. Dan voel je je echt, echt serieus heel zielig hoor. Nou. Tas toe. Kan ik in het strand kijken? Ja. Dit was ook elke dag ons momentje. Dat we in ieder geval het eten wat we hadden, gingen we op het strand eten. En dan keken we naar de zon als het de zon er was. En dan dachten we, dit is het enige fijne moment van de dag. Omdat het anders gewoon alleen maar aan het regenen was. Eén bamboepaal, gewoon een half uur staan ze te balanceren. Die evenwichtsproef, ik dacht meteen al, oké, nee. Dit wordt hem niet voor mij. En dan denk ik wel van, oh man, heb ik weer. Moet ik als vrouw als eerste tegen hem? Is misschien een beetje pessimistisch. Maar die gasten die willen het zo graag. Moet ik tegen freaking JJ? Hou op hoor. Ik ben hier al veel slecht in. Ik schaam me echt dood. We staan al 3-1 achter. Zo kut jongen. Je voelt je dit is zo ster. Dit is toch helemaal niet leuk dit. 4-1. En dan denk je van ja, wat hebben we besproken van tevoren? Kan het complot een beetje doorgaan? Oké, nu komt het complot. Nu komt hetgene waar ik zoveel opmerkingen over kreeg deze week. Waarbij wij aan Kamp Noord gaan voorstellen
of ze iets minder hard hun best willen doen. Omdat we het niet voor elkaar krijgen om te winnen op de een of andere manier. En we willen allebei één persoon eruit, namelijk JJ. Een geheime meeting tussen Kamp Noord en Zuid. Klinkt heel raar, maar is het een idee als jullie een keer iets minder hard je best doen? Ja. Ik voel me echt zo de godfather. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Is het een idee als jullie iets minder hard je best doen? Alleen we zitten met die aanwijzing. Ja. Dan hebben we natuurlijk aanwijzing 1. Nee, maar als jullie minder hard je best gaan doen een keer en even net iets, dan gaan we 100% gewoon delen, toch? Ja. Onderhandelen, weet je? Onderhandelen. Dat nee. Twee teams iemand zo graag weg willen hebben. Ja. Dat je gewoon dit soort dingen gaat doen. Ja, oké, kijk. Ik zag dus heel veel Twitter-opmerkingen van wat ben je vals en dit is rat en dit is je ware aard. En dat gaat echt beyond me, want dit is gewoon het spel. Je bent gewoon aan het spelen en wij wilden als team door. Dat andere team wil iemand weg hebben. Wij zagen het niet meer dan als een hele soort van goede kans waarbij je elkaar kon helpen. En ik vind het eerlijk, in de tijdsgeest waar we nu leven, waarin je dingen samen voor elkaar moet krijgen, vind ik dit een heel, heel mooi iets. En volgens mij is het nog nooit gebeurd in de expeditie, dus ik snap het probleem niet zo. Maar goed, twitterend Nederland was het daar niet met me eens. Oh, daar ga ik weer tegen Suzanne. 3, 2, 1, go. Als ik ze zo zie spelen, betwijfel ik of ze wel echt iets minder hun best doen. Het moet niet zo zijn dat ik weer eens een proef meedoen als een oude kneus meteen erin in het water flikker. Dus dat ging me een beetje te ver. Nou, toen zag ik wel de woedende blik van Anna. Die had echt zoiets: wat maak je me nou? Zo boos. Then apologize and we let it go. Oh, dat hoofd van mij. Zo boos. Ik was zo boos op Suze. Want ik dacht, hoezo? We hebben dit toch afgesproken? Waarom? Oké, een kleine side note. Want het andere kamp heeft natuurlijk een beetje meegespeeld om expres te verliezen. Maar het stond 9-7 voor kamp Noord. En toen hebben ze JJ naar voren geschoven. Die wist niks van ons plan. Dus ik moet wel zeggen dat Dio heeft dit punt ook echt gewonnen. Als Dio dit niet had gewonnen, hadden we ook niet kunnen winnen. Expres verliezen of niet. Dus het is ook wel een beetje een soort van... Dat vonden we wel een belangrijke nuance. Het was niet dat wij helemaal niks ervoor hebben gedaan of zo. Dit is het enige moment dat ik echt cringe word. Die heb zitten kijken naar mezelf. Ik schaam me echt dood. Ik ben Jess soort van aan het... Helemaal aan het aanranden in het water. Ik geef haar veel te veel kusjes. Het spijt me hiervoor. Maar je moet je bedenken dat het zo spannend was voor ons. Want als we dit hadden verloren, dan had één van ons had eruit moeten gaan. En we waren al met zo'n klein team. En op het moment dat Jessie, mijn hartsvriendin in de wedstrijd, ons hielp door te verliezen, was die ontlading gewoon veel te groot. En ik moest er gewoon heel veel kusjes geven. Dus ik weet hoe debiel het eruit ziet. Maar ja, I can't help it. Jongens, ik heb het gevonden. Ja. Ik vond natuurlijk weer het eten als vreedzak. I like chicken nuggets. I like to dip it in normally honey mustard, some mayonnaise, ketchup, maybe barbecue sauce. Eilandraad Kamp Noord. Prestatie is. Die blik van Alex. Holy shit. Maar ik snap het ook. Want weet je wat een beetje om voor Alex op te komen? Hij zat al zo erg met zijn hoofd bij zijn vriendin. Hij had het er al dagenlang over. Hij wilde gewoon echt naar huis. En hij had gewoon echt heimwee. En ik vind dat eigenlijk wel iets heel moois en heel romantisch. Dat je man genoeg bent om te zeggen dat je heimwee hebt en dat je naar huis wil. Dus ik snap ook heel goed dat als je dan niet naar huis mag en je zit dan met je hoofd thuis. Het is zo zwaar. Ja, dat dat gewoon mega balen is. De achtste stem. JJ. Oh man. Ja, het was te makkelijk. Het was te makkelijk. Ik vind dat JJ dus heel sportief omgaat met dit verlies. Vind ik echt. Ik vind echt dat hij het goed oppakt. Ik zag het al een beetje aankomen, was er al een beetje bang voor. En ja, dan gebeurt het en dan kan ik alleen even zeggen, jongens, goed gedaan. En zo simpel is het, dat is ook expeditie. En waarom denk ik... Het is toch mooi, hij pakt het gewoon sportief op. Ik vind dit wel echt mooie tv, eerlijk. Dit had toch echt niemand zien aankomen. Het is echt voor ons ook om te zien, want wij zaten natuurlijk in het andere kamp. Maar wow. Ik had graag nog even doorgegaan, ja. Nou, dan komt het voorstel dat ik jou kan aanbieden misschien wel goed uit. Ik wist het. Heb jij nog... Ik vind het heel lief. Hij zegt gewoon meteen ja. Hij weet nog helemaal niks. Je hoeft het niet eens uit te leggen. Let's go. Let's go. Ja, weet je, heel eerlijk Jay. Ik hoop echt dat hij nu kan laten zien dat het echt een toffe gast is. Ik gun het hem zo erg. Hij heeft zoveel shit over zich heen gehad de afgelopen weken.
Weet je, ik gun het hem echt dat hij gewoon nu een soort van revanche kan maken. En dat hij zijn echte ik kan laten zien. Dat was hem weer. Ik ben er nog. Dus volgende week weer een review. Ik vond het een heftige aflevering. Als jullie vragen hebben, stel ze hieronder. Maar wees ook een beetje lief en een beetje begripvol. Want ik vind dat zoveel mensen toch wel onrespectvol reageren. Of dingen zeggen als dit is je karakter en zo. En dan denk ik wel van... Weet je, probeer het ook in context te plaatsen of zo. En dan volgt nu een goede review door onder andere Geza en Dio. Ik zie jullie volgende week. Doei. Deze eilandraad was wel echt een partij heftig, jongen. Deze aflevering, ja. Dit is het drama waar we allemaal naar op zoek zijn. Ik vond dit een van de beste afleveringen tot nu toe. Wat is Geza wat credits voor het feit? Nou, ik wil maar Geza. Het hele idee dat als iemand opgeeft dat je dan iemand anders eruit stemt, dat heeft Seth bedacht. Bij deze geven we credits aan Seth en Geza voor het verzinnen van dit meesterlijke plan. Jay, je doet het echt vet goed. Ja, hey, JJ, absoluut. Vet je op, absoluut. Ja.